Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie laten zien welke producten ik de afgelopen 3 maanden heb opgemaakt. En kijk eens even hoe vol dit tasje zit. Dus ik ga je laten zien welke producten de afgelopen 3 maanden weer zijn opgemaakt. En of ik ze ook weer zou gaan herkopen of dat ik ze inmiddels opnieuw heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar alle lege verpakkingen die in dit tasje zitten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Allereerst heb ik hier een verpakking van Dettol en ik was mijzelf altijd met Dettol. Ik ben iemand die 's avonds doucht, dus als ik opsta was ik mezelf gewoon altijd even bij de kraan. Ik doe dit altijd met Dettol, omdat ik best wel last heb van zweten. Doe ik dit het liefst met dit product, want dit is bacteriedodend. En waarschijnlijk heel veel mensen dit nu gebruiken met corona, gebruik ik dit eigenlijk al jaren. Om mezelf mee te wassen. Dus die is er allereerst weer doorheen gegaan. Ik ben ook blij dat deze weer verkrijgbaar is. Want ik heb ook een tijdje lavendel gebruikt. En die vond ik toch minder fijn. En deze die koop ik altijd weer opnieuw. Dus die vind ik heel erg fijn. Ik leg hem gewoon even hier neer. Dan heb ik hier de Micellaire Water 3-in-1. 3-in-1 van het kruidvat. Deze gebruik ik ook al lange tijd en dit is de Sensitive voor de overgevoelige huid. Hier zit 0% in, dus geen parfum, alcohol en kleurstoffen. Deze werkt voor mijn huid wel heel erg goed en deze heb ik inmiddels ook weer hergekocht. Want die ben ik ook weer gaan gebruiken, want dit is echt ook wel een van mijn all-time favorites die ik de laatste tijd gebruik. Dus die vind ik ook heel erg fijn. Dan heb ik deze, de Raspberry Kiss van Tracomoon. Dit is eigenlijk een bad- en shower gel. Hier heb ik heel erg lang mee gedaan. Echt heel erg lang. Deze vind ik heel erg fijn. Ik heb inmiddels ook een aantal andere geuren staan. Maar deze heb ik ook zeker weer gekocht. Want deze vind ik ook echt super lekker. Ik vind de producten van Tracomoon heel erg fijn. Dus ja, deze vind ik ook echt heel erg lekker. Ik weet niet eens hoe lang ik ermee heb gedaan, maar echt heel erg lang. Dus je hebt er ook niet zo heel veel van nodig, want dat schuim best wel lekker. Dus ik ben dol op Tracomoon. En die is dus ook zeker weer teruggekomen met opnieuw kopen. Dan heb ik hier ook nog een crème douche van het kruidvat. Dit is een silk. Die vind ik ook wel heel erg lekker. Meestal de Tracomoon pak ik in het weekend. Want dat vind ik dan zo'n verwendmomentje. En door de week gebruik ik altijd wat andere douchegel. Deze heb ik er nog wel eentje van staan. Maar hier hecht ik dan weer minder waarde aan om dit weer steeds opnieuw te kopen. Want dan koop ik gewoon net wat er op dat moment staat. En dit kan bij een kruidvat zijn, maar ook net zo goed bij de Lidl. Dus deze die vond ik ook heel erg lekker. Maar hier hecht ik dus minder waarde aan met het opnieuw kopen van dat soort producten. Dan heb ik hier een soft scrub. En dit is een scrub gel. Deze gebruik ik al een hele tijd voor mijn lichaam. Heel erg fijn. Hij zit in een tube. Deze koop ik wel steeds weer opnieuw. Want ik heb de laatste tijd ook wel scrubs uit potten geprobeerd. Maar ik merk toch dat ik ze in een tube iets fijner vind. Dus die heb ik dan ook. Die koop ik gewoon elke keer weer opnieuw. Deze is heel fijn. Hij heeft alleen niet hele grove scrubdeeltjes. Dus als je echt een wat grovere scrub zou willen hebben, dan is een pot beter. Maar deze vind ik ook nog wel lekker low budget. En die potten zijn vaak gelijk weer heel erg duur, omdat je best wel een duur merk moet kopen. En dat heb ik er dan toch weer niet voor over. Dan heb ik hier mijn Multi-AZ Compleet pillen. Dit zijn de vitaminepillen die ik al een tijdje slik en er zitten 24 belangrijke vitamine in en mineralen. Je hoeft er maar eentje per dag te nemen. En deze is nu toevallig van de trekpleister, maar ik haal ze overal vandaan. Dan weer keren bij de trekpleister, dan bij het kruidvat. Maar ik vind het wel fijn om dit te slikken. Dus die slik ik ook dagelijks. Om toch wat meer vitamine binnen te krijgen. En die koop ik gewoon eigenlijk elke keer opnieuw. Want hij is niet eens zo heel duur. Je hebt ook grotere verpakkingen. Maar ik koop altijd degene waar 60 tabletten in zitten. We hebben ook weer een aantal dubbele producten, zie ik. Kijk, want er zit gewoon nog zo'n potje in van die vitamine.
Ja, dan hebben we er nog een die jullie allemaal vaker voorbij hebben zien komen. En dat is de Color Protect Keratin Hair Mask van de Action. Dit is er ook eentje die ik eigenlijk altijd weer opnieuw koop. Vind ik gewoon een heel fijn haarmasker. Ja, ik heb hem nog steeds voor gekleurd haar gekocht, omdat er nog steeds wel kleur in zit. Al is het wel mijn eigen kleur natuurlijk, dus je ziet geen uitgroei meer. Maar mocht deze verdwijnen, zou ik ook gewoon bijvoorbeeld tenminste van het kruid wat kunnen halen. Want het is, ja, het is bij de Action altijd gewoon heel erg verschillend of ze iets houden. Maar deze vind ik ook altijd nog steeds wel heel erg fijn. En ik heb er in ieder geval ook weer een pot van staan, dus ik kan voorlopig nog eventjes vooruit. Dan heb ik een shower gel van Shep van de Lidl. Deze vond ik echt heel erg lekker. Er zit een heel erg lekker geurtje ook aan. Hier heb ik ook best wel lang mee gedaan. Er zat 750 ml in. Deze vond ik ook echt wel heel erg lekker. En als ze deze nog weer eens zou krijgen, zou ik hem nog wel weer eens willen kopen. Want deze vond ik echt heel erg lekker. Ja, ik doe gewoon best wel lang met douchegels, omdat ik gewoon niet een heel groot verbruiker ben. Maar deze vond ik heel erg lekker ook. Nou, dan nu ook weer even mijn favorieten. En dat is de Dove Refreshing Douche Gel. Dit is eigenlijk een body wash. En hier zit dus komkommer en green tea in. Deze gebruik ik al jaren. En deze vind ik zo lekker. En die blijf ik opnieuw kopen. Ik moet zeggen, bij Action hebben ze hem niet meer. Ik zou hem nu gewoon echt eventjes een keertje weer bij de drogist moeten halen. Want ik ben er nu al wel weer bijna doorheen. Maar deze is ook echt super lekker. Nou, dan kom ik nog zo'n potje tegen met vitamine. En deze is dan van het kruidvat. Ja, 60 tabletten zijn natuurlijk ook niet heel veel. Dus ja, die is dan ook nog weer doorheen gegaan. Dan heb ik ook twee potjes van de huid, haar en nagels. Die er doorheen zijn gegaan. Dit zijn ook pillen die de conditie van je huid, haar en nagels ondersteunt. En die vind ik ook wel fijn om te gebruiken. Gebruik ik nu ook al een tijdje. En die blijf ik ook wel gebruiken. Dus daar zijn ook twee potjes van doorheen gegaan. Ik weet eigenlijk niet of het heel erg nodig is in combinatie met de vitaminepillen. Maar ik dacht, een extra pilletje zal vast niet heel erg zijn. Dan heb ik hier een baby shampoo. Ik was hier altijd mijn kwasten mee. Dus die is ook weer opgegaan. En ja, die koop ik ook altijd gewoon opnieuw. En dat maakt niet zoveel uit waar het is. Of het nou kruidvat is of de Action. Maar dit vind ik gewoon heel erg mild voor mijn make-up kwasten. Want die wil ik gewoon niet met hele grove shampoo wassen. En dit is dan gewoon heel erg fijn mild om je kwasten mee te wassen. Want daar wil je toch voorzichtig mee zijn. Ik heb best wel duurdere kwasten. Dan is er een body lotion doorheen gegaan. Dit is eentje van Dove. Dit is de Norizing Body Care. Dit is gewoon een essential die geschikt is voor de droge huid. Ik koop altijd body lotion van Dove. Maar ik zit nooit aan één bepaalde vast. Ik koop dan net wat een keer wat ik zie. Vaak bij de Action. Soms een keertje bij de drogist. Het is net wat het beste uitkomt, want Action heeft hem ook niet altijd. Maar dit is er ook wel eentje die ik altijd gebruik. Alleen dus niet in dezelfde geuren. Dan is er ook een potje met nagellak remover doorheen gegaan. Dit is zonder aceton. Ja, dat is ook een product wat ik wekelijks natuurlijk gewoon gebruik. Dus dat gaat ook altijd wat harder. Deze is toevallig van een trekpleister, maar ook dit haal ik overal vandaan. En ja, kan ik niet zonder, maar ik probeer altijd wel zonder aceton te kopen, omdat dat toch wat beter is voor de nagels. Dan heb ik hier een body butter. En dit vind ik ook altijd een heel fijn product. Ik gebruik dit twee keer per week. Twee keer per week doe ik de wat. Dan ga ik mezelf ook helemaal scrubben en dat soort dingen. En als ik dat heb gedaan, vind ik het fijn om mijn huid iets dikker in te smeren. En dan vind ik een body butter gewoon heel erg fijn. Dit is de Blueberry Liché van het Kruidvatmerk. Dit vind ik wel de lekkerste geur die er is. Maar hij is helaas niet meer te koop. Dus ik heb nu inmiddels een andere geur. Maar body butter gebruik ik ook echt. Ja, zeker twee keer per week. En ja, helaas is deze geur er dan niet meer. Dus. Nou ben ik overgegaan op een andere geur die ook wel heel erg lekker is. Maar dit is toch wel mijn favoriet. En ik hoop eigenlijk ergens dat ze deze nog weer een keer terugbrengen.
Dan is er ook weer een scrub gel doorheen gegaan. Deze is voor het gezicht. Gebruik ik 2 keer per week. Het is een vrij zachte peeling met jojoba beads en bamboe extract. Het is dus niet een hele grove scrub. En op zich voor je gezicht is dat niet erg, omdat je gezicht toch wat kwetsbaarder is. Vooral onder de ogen en zo. Dus deze is eigenlijk voor alle huidtypen. En deze vind ik heel fijn. En ja, koop ik eigenlijk ook al sinds een paar jaar. Dan heb ik hier een face wash. Gebruik ik ook heel erg veel. Is voor de droge en de gevoelige huid. Is gewoon een reinigend gel. Die gebruik ik dagelijks als ik ga douchen om lekker mijn gezicht te reinigen. Vind ik ook een heel fijn product. Dus deze die koop ik altijd opnieuw. En hier zit amandelextract in. Heel fijn product ook deze. Nog een potje van de huid, haar en nagels. Er gaan best wel veel potjes bij mij doorheen, maar oké. Het hoort er nou eenmaal bij. Dan is deze tandpasta doorheen gegaan. Dit is de Oral White. Vond ik ook een hele fijne tandpasta. Die heb ik een keertje toen die in de aanbieding was gekocht. Hele fijne tandpasta. Ik probeer altijd een tandpasta te gebruiken met een whitening extract. En deze vond ik ook heel erg fijn. Alleen, ik vind hem normaal gesproken best wel duur. Dus ik koop hem niet heel vaak. Maar ik koop altijd een tandpasta met een whitening extract. Dus niet per se deze, maar gewoon. Dat kunnen ook andere zijn. Maar deze vond ik wel heel lekker fris ook. Is ook helemaal uitgeknepen zoals je kan zien. Dan is ook deze oogcreme er doorheen gegaan. Heb ik best wel een tijdje gebruikt, maar ik koop hem niet meer opnieuw, want mijn ogen, huid onder mijn ogen gaat er gewoon niet goed meer op. Hij droogt heel erg uit. Ik krijg heel veel rode plekken, heel veel pijnlijke plekken. Ik heb hem met veel liefde een tijd mogen gebruiken, maar helaas, het gaat niet meer. Dus deze koop ik dus niet meer opnieuw. Ik heb inmiddels een ander alternatief gevonden die ik wel heel fijn vind ook. Oh ja, dan is er nog een gezichtspoeder doorheen gegaan. Hij is helemaal vermergeld. Hij ligt helemaal uit elkaar. Dit was de 10 Light Beige, de mattifying compact powder van Essence. Hele fijne poeder en hij is helemaal opgegaan. Dus daar ben ik altijd blij mee. Dus die koop ik zeker. Die heb ik ook weer opnieuw gekocht, want die vind ik wel heel erg fijn. Dan zijn er ook weer 2 deodorants doorheen gegaan. De Rexona Maximum Protection, de Sport Strength. Gebruik ik altijd. Het zijn vrij dure deodorants, maar dit zijn de enige deodorants die mij een beetje droog en fris houden. Oké, in de zomermaanden heeft hij er ook moeite mee hoor. Maar ja, dit is een deodorant die ik altijd gebruik. En dit is eigenlijk een soort cream deodorant. Dus niet echt een, ja, gewone deodorant. Deze laat wel witte vlekken achter. Dat vind ik wel een nadeel. Maar dit is wel de enige deodorant die mij een beetje bescherming biedt tegen het zweten. Dan heb ik ook 2 foundations die er doorheen zijn gegaan. Dit zijn de Camouflage Effect Melting Light Beige Omat Plus van Catrice. Ik gebruik deze sinds een tijdje, want deze passen beter bij mijn huidskleur. En ja, ik vind het hele fijne foundations. En er zijn dus 2 flesjes doorheen gegaan. Je krijgt helaas de flesjes nooit helemaal leeg. Maar ja, voor het grootste gedeelte zijn ze in ieder geval leeg. Dus hele fijne ook. Dan zijn er ook 2 scheerschuimen doorheen gegaan. Ik heb ze altijd van de Shen. Dit zijn de Sensitive Shaving Gel met aloe vera voor een gevoelige huid. Ik vind gel fijner als gewoon echt schuim. En die zijn er dus ook doorheen gegaan. Want ja, is toch belangrijk, vind ik. Dan zijn er 3 mondwaters doorheen gegaan. 2 keer de extra mint variant. De blauwe, daar heb ik er 2 van opgemaakt. En ik heb 1 keer de fresh mint, dat is de groene.
Ik vind de roze op zich ook wel heel erg lekker, maar die vind ik iets meer de fris. Dus ik heb het liefst de blauwe of de groene. Dus die koop ik altijd bij de Lidl. Die vind ik ook heel erg fijn. Dus daar zijn 3 flessen van doorheen gegaan. Ja, die wil toch een schone mond, denk ik dan. We zijn er bijna doorheen, jongens. Dan zijn er 4 conditioners doorheen gegaan. Ik heb hier de Oil & Care voor pluizig en droog haar met de amandelolie. Die koop ik altijd. Dit is dan weer een vernieuwde, geloof ik, verpakking of zo. Ja, het zijn alle 4 de Oil & Care. Dus daar zijn er gewoon 4 van doorheen gegaan. Maar ja, met lang haar moet je gewoon wat meer conditioner gebruiken. Dus op zich niet heel erg, maar het is op zich best wel veel ook aan de ene kant. En dan zijn er ook nog 2 shampoos doorheen gegaan. De Oil & Care shampoos die bij de conditioners passen. Shampoo hoef ik iets minder van te gebruiken. Dus gaat er iets minder hard doorheen als conditioner. Maar ja, toch nog 2 flacons in 3 maanden. Vind ik best wel veel. Maar ja, ik weet het niet of het heel veel is. Maar ja, ik gebruik ze altijd en koop ze ook altijd weer opnieuw eigenlijk. Dan zijn dit alle producten die ik heb opgemaakt van de laatste 3 maanden. Het is best wel schrikbarend veel als ik er zo naar kijk. Ik ben vooral geschrokken van al die potjes met supplementen die er doorheen zijn gegaan. En toch ook wel van de mondwater en de conditioners. Maar ja, ik gebruik het wel, weet je. En ja, als het opgaat, het gaat in de zak. En dan eigenlijk als je daarna gaat kijken wat je allemaal opmaakt, is het best wel veel in 3 maanden tijd. Maar ja, het zijn wel producten die ik graag gebruik. Ik ben benieuwd of jij wel eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je vast zit aan een bepaald merk. Of dat je gewoon net koopt dat er in de aanbieding is. Dat kan natuurlijk ook. Zou ik leuk vinden als je laat weten in de comments. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken om te kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het randje bij mijn gezicht drukken. Of even op mijn kanaal zelf door op die rode button te drukken. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Kijk dan, zou ik zeggen, doe even je duimpje omhoog. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!